De koopkracht van de consument daalt volgens het Centraal Planbureau doordat de lonen minder hard stijgen dan de prijzen van producten. De cao's gaan onvoldoende omhoog. Ook de hoge olieprijs leidt tot koopkrachtdaling. Onder huishoudens met de laagste inkomsten en alleenverdieners is de koopkrachtstijging het minst. Ook de vooruitzichten voor de economische groei zijn naar beneden bijgesteld. Een van de oorzaken daarvan is de teruglopende Nederlandse export vanwege de spanningen op dit moment in de wereld.